van de finalisten van Wie is de Mol 2015. En ik vind het zo te gek dat ik... dat het me is gelukt. Meedoen was al fantastisch, maar de finale halen... ja, daar kan je alleen maar van dromen. En dat is gewoon gelukt. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb echt gedacht, rond aflevering 4-5 van de finale... dat is nog een heel eind, laat maar. Ik wil naar huis. Maar zo is het niet gegaan. En nu denk ik, I'm gonna nail it. Wekenlang heeft de Mol onder de radar geopereerd, kandidaten misleid en gesaboteerd waar het kon. Maar Giet, je bent overtuigend en dominant. Voortdurend in voor een discussie die je slim als je bent en die jouw gewenste richting wist te sturen. Je bent vaak geswitcht van Mol. Of was dat maar schijn? Omdat je vanaf dag 1 de Mol al in het vizier had. In de spiegel. Marlijn, je bent vrolijk en enthousiast, maar bij veel executies moest je een traantje laten. Uit verdriet om het afscheid of uit schuldgevoel. Of was dat misschien je beste optreden ooit? Rick. Altijd gezonde wedstrijdspanning, soms een tikje nerveus. Je bent verdacht vanwege je vrijgevigheid. Tegelijkertijd leek je te kampen met een moreel dilemma wanneer je de groep benadeelde. Iets dat je vervolgens toch vrij gemakkelijk deed. Margriet. Met je haast aristocratische dictie ging je de opdrachten en je medekandidaten te lijf. Je toonde lef, maar was dat om de opdrachten tot een goed einde te brengen of om de pot historisch laag te houden? Als jij de mol bent, heb je het geslepen en zonder scrupules gespeeld. Marlijn, jij leek altijd zin te hebben in de opdrachten. Misschien wel omdat jij je er... grondige voorbereiding als mol al tijden op aan het verheugen was. Altijd aan het woord, aan het overleggen en soms een beetje aan het mokken. Had nou naar mij geluisterd, verzuchtte je bijvoorbeeld in de theevelden. Het leek aan dovermans oren gericht. Rick, in dit spel van leugens en bedrog bleek zelfs jij de normaal zo betrouwbare journaallezer altijd te vertrouwen. Thuis vertel je de kijkers de waarheid over de wereld. Heb je hier misschien als mol een web van leugens gespind, waarin de ene naar de andere kandidaat is vastgelopen? Marlijn, Rick, Margriet, wie is de Mol? Het is net Russisch roulette. Ik ga dus nu gewoon door. Iedere keer als ze in de buurt is, gaat het toch mis. Wie is de Mol? I'm the Mol. I'm the Mol. Don't believe a word. Geen geld gevonden. 0 euro voor de pot.
Bedankt dat je €750 uit de pot geroofd hebt. Ik denk dat we een euroteken moeten maken. Dit is een app. Ja, ik denk, oh my god, dat kan niet. Margriet, jij zit niet goed. Je moet daar... Nick heeft een soort hotline met de mol. We hebben iets over het hoofd gezien. Ik ben onderweg naar de vuurtoren. Je moet niet naar de vuurtoren. Je speelt dit spel alleen. Die zijn met iets bezig. Ben jij de mol? Tuurlijk. Chris is weg. Jij zat ook in dat vliegtuig. M-O-L. Marlijn, welkom op mijn lijstje. €200 uit de pot en ik heb het gedaan. Zet hem neer! Zet hem neer! Wat ben je nou aan het zeggen, Marlijn? Ze moeten ons begeleiden nu. Hallo? Je hoort me wel, over. Die communicatie was niet echt heel erg goed. Hier begint de jacht. Een bijzonder goede dag voor de mol. Niets is wat het lijkt. Die mol is zo ongelooflijk goed. Een brief van de mol. Wie is de mol? Yes, sir. 10 guests will be arriving shortly from Netherlands. I would kindly ask to place the contents of this package in 2 separate rooms. Thanking you in advance, sincerely, the mol. Ik ben de mol.